Beste kijkers, het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft voor de burgerij een burgerinformatieunit geopend. Dit gebeurde op donderdag 8 november 2018 op het hoofdkantoor aan de Meester Jagannath Lasmanstraat. Het Nationaal Informatieinstituut brengt u terug naar dit moment. Hartelijk welkom alle genodigden. Inderdaad ben ik vandaag, laat maar de woorden van de coördinator gebruiken, een blije vader van onze jongste teller, de burgerinformatieunit. Inderdaad, eigenlijk vanaf ik er ben, heb ik met mijn staf en medewerkers, met mijn team gesproken van hoe kunnen we onze dienstverlening naar de gemeenschap verbeteren. Omdat ik tijdens mijn introductie heel veel hardwerkende mensen heb gezien. Maar ook vanuit de gemeenschap heel veel feedback kreeg over het functioneren van het ministerie. Dus toen zijn we de koppen bij elkaar gaan steken en hebben we gezegd van het zou goed zijn als we bepaalde dingen centraal kunnen aansturen, maar ook centraal kunnen monitoren. Zodat los van het feit dat we buiten allemaal hard werken, dat het toch op een gecoördineerde manier plaatsvindt. Of beter gecoördineerd. En toen zijn we gaan denken over, wat als we bijvoorbeeld aanvragen centraal zouden innemen. En zodat de medewerkers van de afdelingen ook niet in hun werk gestoord worden gedurende de dag wanneer er intakes gedaan moeten worden op de afdeling. Zodat we onze mensen dus effectiever in kunnen zetten die op de afdelingen werken. En er was reeds voorbereiding getroffen voor een unit hier, dus de facilitaire zaken waren al deels in orde. Dus we waren er heel gauw uit van een burgerinformatieunit waarbij we dus informatie aan de burgers kunnen verschaffen. Mensen kunnen hier komen om te weten wat ze nodig hebben voor een aanvraag. En ze kunnen ook op één plek terecht voor informatiestatus van hun aanvraag. Maar wat wij nog belangrijker vonden is dat wij vanuit het ministerie ook feedback aan de burgers kunnen geven over bijvoorbeeld een klacht. Want wat we heel vaak als feedback kregen was, ja, de mensen van OWI zijn geweest, maar daarna heb ik ze niet meer gezien. Of ik belde naar een nummer en er werd niet opgenomen, of die persoon die was geweest, was op dat moment buiten of ziek of met verlof. Dus de interactie met het ministerie en de gemeenschap is er altijd geweest, maar het verliep niet vlot. Dus wij beogen om met de instelling van deze unit, proberen we die interactie die er is met de gemeenschap te verbeteren, te versnellen en ook transparantie proberen we te bewerkstelligen. Kunt u specifiek aangeven welke afdeling, van welke afdeling de belangen behartigd zullen worden? Het gaat om 8 afdelingen die vallen onder het burgerinformatieunit. Dat zijn afdeling bouw- en woningtoezicht, planologische dienst, we hebben ontwateringswerken, we hebben wegen, we hebben transport. We hebben bruggen en we krijgen nu ook openbaar groen. Is het zo dat de burgers ten alle tijden mogen aankloppen op die afdeling? Dat klopt ten alle tijden natuurlijk tijdens werkuren. We hebben aangesteld dat de mensen hier bij de loketten komen tegen 8 uur zo. En dat ze werken tot 2 uur. Natuurlijk is het bij de overheid dat je normaliter 7-3 moet werken. Maar wij hebben dan dat doorgegeven van u komt normaal 7 uur aan het werk, u gaat naar uw afdeling, u verwerkt de zaken die u de dag daarvoor heeft gehad, dat u dat verwerkt samen met uw diensthoofd. U komt terug naar die unit van 8 uur tot 2 uur. Als het ware is deze afdeling een tussenweg naar de afdeling waar ze specifiek moeten gaan voor hun stukken? Voor een desbetreffend, ja, een specifiek stuk zeg maar. Je hebt afdelingen waar je een vergunning kan aanvragen. Dat zijn de afdelingen bouw- en woningtoezicht, planologische dienst, ontwateringswerken en ik denk transport. De rest zijn dat afdelingen waar je merendeels een klacht kan indienen.
Maar op deze afdeling kan men geen klachten deponeren? Nee, u kunt bellen op dat nummer, 53-1491. U heeft een klacht, u geeft het door aan de informatiebalie daar. Dat wordt gerapporteerd, dat wordt doorgestuurd naar mij als coördinator. En dan zie ik hoe ik dat moet dirigeren naar de desbetreffende afdeling. Zodat die persoon geholpen kan worden.